Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Milo is vanochtend hier en Jordi is aan het stunten. Wat hij precies aan het doen is, dat weet ik ook niet. Wat doet Jordi allemaal, Milo? Doet hij staan? Boom! Joehoe! Goed zo! Boom! En ja, ik ben met van alles bezig ondertussen. Hun vermaken zichzelf wel. En ja, dat dus. Kijk! Wat doet dat ding? Stapje. Wat moet je ermee doen? Moet je opduwen? Goed zo. Wat noemen ze? Een tol. Kom je ermee bouwen zo? Ja? Ga er maar bij zitten. Kun je ook zitten doen. Moet je niet staan doen. Milo is alweer een tijdje naar huis. En ik heb Jordi de fles gegeven en die is naar bed gegaan. Die is nu net wakker. Dus we gaan eens even kijken of hij vrolijk is. Ben jij wakker? Ja. Ben jij wakker? Ben je lekker stuk? Kun je lekker slapen? Ben je wakker? Lekker ding. Ben je nou weer aan het verstoppen? Hallo? Ja? Kom je eruit? Ja, kom je eruit? Soepje gegeven. Hij is nu weer aan het spelen. Handstand aan doen en die ticket allemaal. Ik ben hier een beetje spulletjes aan het klaarmaken voor dadelijk de thuiszorg. En daarna moet ik eten koken. Komt Niels weer thuis. Dus ja. Dag is snel voorbij gegaan. Ik heb veel gedaan, alleen je ziet er helemaal niks van. Maar goed. Het is nou eenmaal zo. De thuiszorg is geweest en die heeft Jordi gespoeld. En dat is eigenlijk allemaal gewoon goed gegaan. Alleen op een gegeven moment toen Jordi in bad is geweest, toen had hij een hele harde buik. En dit heeft niks met onkunde van de thuiszorg zelf te maken. Dit heeft er meer mee te maken met het feit dat hun Jordi ook moeten leren kennen. En ik daar ook niet bij na heb gedacht om dat te zeggen. Waarschijnlijk heeft ze de canule niet ver genoeg naar binnen gebracht.
En is er daarom nog een ophoping geweest. En gilde hij het uit. En toen heb ik hem buikmassage gegeven. En ik heb hem alsnog Mycolax gegeven. En toen heeft hij het uiteindelijk eruit kunnen werken. Met heel veel gegil. Want 2 keer kort achter elkaar spoelen wordt niet altijd aangeraden. Dus heb ik het zo gedaan. En daarna was het eigenlijk ook wel weer goed. Heeft hij zijn flesje gehad. En slaapt hij nu gewoon lekker. Niels is even sporten. Maar ik wilde wat meer uitleg geven over het spoelen op zich. Wat voor een materiaal wij daar bijvoorbeeld voor gebruiken. Ik denk dat straks gewoon echt het probleem was geweest dat de canule er niet ver genoeg in heeft gezeten. Omdat bij Jordi het waarschijnlijk de hiersprong iets verder weg zit dan bij een gemiddeld persoon, individu met hiersprong. En ja, dat is verder helemaal geen probleem hoor. Want voor ons is dit ook wennen, want wij doen dat zelf normaal. En ik heb het nu iemand laten doen, dus... Ja, dat betekent gewoon dat ik dat woensdag even aan moet geven dat de canule gewoon iets verder moet. En ja, dat is verder geen probleem. Ik durf wel te zeggen dat ik blij ben als de operatie achter de rug is. En dat ik het manneke gewoon met minder buikpijn zie en met minder harde buiken. Want nou, straks ook, hij was zo aan het gillen en Niels die zei van, ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Hij begon al in het bad ermee en ik zeg op een gegeven moment tegen Niels, dan heb je zijn buik al gevoeld. Toen zegt hij, nee, hoezo? Ik zeg, die is knoephard. Ik zeg, ja, toen zegt Niels van, hebben ze hem dan wel goed gespoeld? Ik zeg, ja, ze hebben gewoon met de vloeistof gespoeld hoe die moest spoelen. En toen hadden we het er zo over van hoe ver dat de canule erin was gegaan. En toen vertelde ik, toen zegt hij, ja, maar die moeten toch verder in? Hij zegt, want... Hij zegt, maar joh, die zitten toch verder weg? Ik zeg, ja, dat klopt eigenlijk wel. Hij zegt, ja, zegt hij, daar kan niemand iets aan doen. Hij zegt, want ja, sowieso is het voor mij de eerste keer dat ik thuiszorg thuis krijg. En het is ook niet iets wat ik dagelijks gewend ben. Hij zegt, ja, zegt hij, dan doe je het toen zo gewoon heel eventjes melden dat die canule wat verder erin moet. Hij zegt, ja, zegt hij, het is voor iedereen aftasten. Hij zegt, het is gewoon net wat... Ja, want wat er ook voor Jordi werkt. Hij zegt, en voor Jordi werkt denk ik toch de canule verder erin. Dus ja, dat was er gebeurd. Daarom heb ik ook niet eerder gevlogd. Goedemorgen. Ik weet niet of ik gisteren de ups en downs had afgesloten de dag. Maar ja, als dat niet zo is, mijn excuses daarvoor. Jordi heeft gegeten, zit nu eventjes rechtop te spelen. Ik heb hem zo neergezet omdat hij zijn eten moet laten zakken. Ik had gisteravond had ik een stukje opgenomen over het spoelen van Jordi. Voor welke materialen en alles. Maar ik denk dat ik daar toch een extra video van ga maken. Dit ook omdat er, ja, omdat er wat meer uitleg bij zou moeten zijn, vind ik. En zo dadelijk komt de fysio. En daarna even fruithapje geven en even naar de winkel. Een beetje rustig aan doen, want het zit allemaal vast. En doet pijn. En ik heb nou ook aan mijn rechterschouder... Ik heb een slijmbeursontsteking aan mijn linkerschouder. Die zit nou rechts ook. En die doet zoveel pijn. Dus ik doe het eventjes een stapje minder. Ik doe wel gewoon mijn dingetjes natuurlijk en voor Jordi zorgen. Jordi heeft net zijn flesje gehad. En die gaat zo lekker zijn bedje in. Ik had eigenlijk na zijn fruithapje naar de winkel willen gaan. Maar hij was een beetje moe. Dus ik dacht van als ik hem dan... Een flesje geef, straks een soepje na als hij wakker wordt. En dan naar de winkel gaan. Ik denk, dan heb ik iets meer tijd om... Hoef me niet te haasten, laat ik het zo zeggen. Dan had ik maar een half uurtje, drie kwartier, half uurtje gehad. Dan heb ik iets langer. Dan kan ik wel rustig aan doen. Ik
ga hem zo even lekker in bedje leggen. Ik ben straks nog met Jordi naar de winkel geweest. Niels heeft hem zijn avondeten gegeven. En nu krijgt hij een lekker flesje. En dat is wat we nu gaan doen. Of nu aan het doen zijn. Dan gaat hij daar lekker zijn bedje in. En hoop ik dat hij lekker slaapt. Niels die is naar een vriend toe of iets. En ja, dat was het. Zoals jullie zien is Niels weer terug van die vriend van hem. Mm-hmm. En wij gaan zo lekker naar bed. We gaan deze ups en down ook afsluiten. En morgen begint er weer een nieuwe. Welterusten allemaal. Welterusten.